Kathleen. Hallo Fenna! Hey, dag Noël. Oh, wat zie je er prachtig uit zeg. Ja, je weet wat ik altijd roep. Ik heb weer een nieuw beroep. Echt waar? Oh, wat ik... Oh. Ja, jij ziet het al hè? Ik zie het. Mm-hmm. Ik weet het. Vertel! Schoenenpoetser! Ja, en je hebt er echt talent voor. Ze zien er fantastisch uit. Nee, geen schoenenpoetser. Oh, kijk eens even goed. Oh, wacht, ik weet het al. Fotomodel. Nee? Nee. Schoenenpoetser van fotomodellen? Fotomodel die schoenen poetst? Fenna, kijk goed. Ik ben een tapdancer! Oh, een tapdancer, ja. Natuurlijk, een tapdancer. Ja, maar Noël, dan moet je toch je schoenen aan je voeten. Daar gaat het juist om, want onder die schoenen zitten er van die leuke dingetjes. En die maken dat klik-klak-geluid. Oh, ja. Ja, dus je moet ze wel aantrekken. Tuurlijk. Ik heb altijd al willen leren tapdansen. Kun jij het me niet leren? Ja, tuurlijk. Oh, want de schoenen heb ik al. Oh, ik ook. Ik doe ze aan. Oké. Okay. Nou, zeg maar. Wat moet okay. ik doen? Ik ga het voordoen, ja? Ja? Au. Oké. Hé, wat deed je nou precies? Oeh, gaat het wel? Je kijkt er zo moeilijk bij. Deze schoenen zijn... Ze doen zo pijn! Oh. Ja. Maar. Ja. Misschien kan ik ze aan mijn handen doen. Nee. Nee, dat gaat niet. Het hoort er nou eenmaal bij. En als tapdancer, ja, dan moeten die schoenen wel aan je voeten zitten. Het kan niet aan je handen. Ja, ik kan toch niet dansen op de kleine schoenen? Nou ja. Het is niet erg. Je weet wat ik altijd roep. Morgen weer een nieuw beroep. Ja, doe ze maar uit hoor. Nou, ik moet wel nog een beetje oefenen hoor, voordat ik echt goed in jong leren ben. Oh, een beetje clown kan jong leren natuurlijk. Is het je trouwens wel eens opgevallen dat clowns altijd van die enorme schoenen aan hebben? Heb jij, net als ik, nou ook altijd al zulke clownschoenen willen hebben, maar dan zonder dat je ermee struikelt? Ik heb de oplossing voor je. Kijk, deze anti-struikel clownschoenen. Hier val je dus niet over, want kijk nou, mijn eigen schoen zit er gewoon onder. Goeie uitvinding, hè? Dit heb je ervoor nodig. Het werkblad van de Zeppelin website, knutselfoam in 2 kleuren, 2 veters, 2 elastiekjes en 2 pomponnetjes. Ik begin met het uitknippen van het werkblad. Hier staat je clownschoen op. Zoals je ziet heb ik ook het binnenste rondje uitgeknipt. Dit trek ik nu om op een geel stuk knutselfoam. De 6 stippen die je ziet staan, daar komen straks je veters. Dus hier ook goed doordrukken tot het door het papier heen drukt. Zo. Eens even kijken. Ja hoor, die is goed gelukt. Ik moet wel nog ook de neus van mijn clownschoen hebben. En dat maak ik van een stuk blauw knutselfoam. Ik heb alleen de punten nodig, zoals je hier ziet. Dus de rand leg ik op de rand van het knutselfoam. En hier trek ik hem om. Voilà. En deze knip ik uit. Dan kan ik het nu op elkaar gaan plakken. Ik draai hem om, zodat je die lelijke stiftrandjes niet meer ziet. Ja hoor, kijk eens aan. Om er veters doorheen te kunnen steken, moeten er wel gaatjes in zitten. Dus zoals we al zagen, zitten hier de 6 puntjes waar de gaatjes in moeten. En met een prikpen prik ik die door. Ik maak de gaatjes een beetje groter. En dat is omdat we veters er dan goed doorheen passen. Dan kunnen nu de veters erdoor. Beide uiteinden gaan er eerst van boven naar beneden doorheen. Eentje hier doorheen.
en eentje daardoorheen. Die laat je aan de onderkant kruisen met elkaar. En dan steek je ze terug door de gaatjes. Eentje aan de ene kant en eentje aan de andere kant. Zo zitten je veters weer terug aan de voorkant. Dan laat je ze nog een keertje kruisen, dan door het volgende gaatje. En dat doe je bij de ander ook. En aan de achterkant gaan ze recht omhoog weer terug naar voren. En dan kun je aan de voorkant er een strik in maken zoals je dat ook bij je eigen schoenen doet. Dit ziet er al hartstikke leuk uit, maar we willen ook dat ze aan je voeten kunnen blijven zitten. Dus aan de achterkant, hier, maak ik er een elastiekje aan vast. Ik steek het lusje er onderlangs doorheen. En dan steek ik het ene lusje door het andere lusje. En dat trek ik aan. En zo zet je hem vast aan de voorkant van je schoen. Dit zijn eigenlijk gewoon leuke schoenen. Maar om er echte clownschoenen van te maken, mis ik nog één dingetje. Heb jij het gezien, wat het is? Natuurlijk, mijn pomponnetje. En die plak ik op de voorkant van de neus van de schoen. Zo, en nu is die af. Zie jij iets aan mij? Hè? Ja, kijk eens even goed. Zie je wat aan mij? Mijn schoen is stuk. Moet je die zool zien? Helemaal kapot. En het waren nog wel mijn lievelingsschoenen. En weet je wat leuk is? Als je lievelingsschoenen kapot zijn, dat betekent niet dat je ze weg hoeft te gooien. Nee, die kun je maken. En daarvoor is Emma hier. Want Emma is schoenmaker en ik wil er alles over weten. Emma, jij bent wel een heel bijzondere schoenmaker, hè? Want jij bent Europees kampioen schoenmaker. Ook nog, ja, ja. Vertel, hoe word je nou Europees kampioen schoenmaker? Nou, door een paar oude schoenen, zoals deze, helemaal te vernieuwen tot iets moois glimmends. Dus jij wil zeggen dat deze schoen dezelfde was als deze? Ja, zeker. Oh. Ja. En dat wordt dan beoordeeld door de meesters. Wat een gek, want vertel eens. Wat doet een schoenmaker eigenlijk allemaal? Nou, we repareren voornamelijk. Dus als je iets kapot hebt aan je schoen, dan breng je het bij de schoenmaker. En dan gaan we dat zo goed en comfortabel mogelijk gaan we dat weer repareren. Zodat je ze weer lekker lang kan dragen. Oké, dus die oude schoen hoef je niet weg te gooien? Nee, zeker niet. Die kun je dus gewoon laten maken? Ja. En kun je misschien iets laten zien van wat voor soort dingen moet jij dan maken? Nou, ik ben hier bijvoorbeeld een schoen aan het stikken. Hier zit een stuk helemaal los. Oh ja. En nou, daar komt water in, dat is natuurlijk niet zo lekker. Nee, dus die, gat in je schoen, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Nee. Dus het gaat langzaamaan weer, wordt dat weer netjes dicht. Maar het lijkt ook een beetje op wat een kledingmaker doet. Ja, inderdaad. Maar dit is één van de dingen. Dit is inderdaad stikken. Ja. Maar je kan ook, zoals ik hier liet zien, hele nieuwe zolen zetten. Wauw. En als je dan hakken hebt bijvoorbeeld? Dat kan ook, zeker. Gewoon een paar nieuwe hakken onder dit soort schoenen kunnen. Ja. Maar ik heb hier ook bijvoorbeeld een paar pumps, waar hele mooie pumps. Ja. Maar daar is het hakje van afgebroken. Mag je eens kijken? Ja, zeker. Oh ja, ik zie het. Maar ja, hoe maak je dat nou? Dat is zo'n klein dingetje. Zullen we dat samen even doen? Dat wil ik wel zo zien. Ja, dat heel graag. Ik heb hier een paar nieuwe hakjes. Er zit een heel mooi buisje in. Aha, en dus hier zo eigenlijk als een soort van spijker moet dat er terug in. Ja, dat doen we dan zo. Oké. En dan zetten we dat hakje hier zo erin. Pak ik even mijn hamer. Goed mikken en dan een paar keer tikken. En dan zit hij erin. En dat is het? Ja. Is hij nou helemaal gemaakt? Nou, is hij weer gemaakt. Nou, wat vet en wat snel ook. Ja, toch? Wat goed gedaan. Wil je het zelf ook een keertje doen? Heel graag, als het mag. Ja, graag. Oké, dus je zet hem zo. Ja. Of zo. Hij is heel zwaar. Dit is zwaar, ja, zeg. Zodat hij lekker stevig staat en niet van de bank afvalt. Wauw, zeg. Oké, dus die moet erin. Ja, zetten we die. Ik zal hem even een klein tikje vastgeven, dat hij niet wegdraait. Mag je er goed recht voor. Ja. En dan een paar goede raken. Pas op voor je handen, hoor. Ik hou hem goed vast. Ja? Ik vertrouw je. Kijk. Die zit vast. Die zit vast. Oh, maar dat is makkelijk gemaakt. En wat leuk ook. Want je hebt heel snel, heb je alweer gelijk, echt iets gemaakt. Wauw, wat ontzettend leuk werk, zeg. En ja, ik moest je toch even vragen. Ja. Maar waar is die?
Nou, dat is een oprekapparaat. Een oprekapparaat? Ja. Dat klinkt heel eng. Ja, zal ik het even laten zien? Ja, heel graag. Hier heb je verschillende wieletjes. Als ik hier nu aan draai, dan wordt dit ding wijder. Ik zie het. Dus als je daar een schoen op zet, dan gaan we die zo wijder maken. Wauw. Want soms dan koop je schoenen, hè, en dan zitten ze toch ietsje te strak. Ja. Dat doet pijn. Dus dan breng je ze even naar de schoenmaker en dan maken we ze wat wijder. Ja. Wat ontzettend handig. En wat fijn, want zo hoef je je lievelingsschoenen dus niet zomaar weg te gooien. Nee, zeker niet. Nee. Nou, dan ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat ik je even spreek. Want ja, ik heb een paar lievelingsschoenen, maar de zool is stuk. Oh. Zou jij er misschien eens naar willen kijken? Ja, zeker. Wat hier dan mee gedaan zeker. Kan worden? Zeker, alles kan gerepareerd worden. Ja, maar kijk, oh, ja. ik kan er niks meer mee. Dus dat is, ja, wat moet ik er dan dat mee? Dat komt helemaal goed. Daar hebben wij speciale lijmen voor. Oh. En die ga ik voor je maken. Oh, dat zou ik heel fijn vinden. Dank je wel. Evi! Noor! Evi? Noor? Hé? Ik had hier twee superleuke meiden die met mij het grote Zin in Zeppelin sportschoenenspel gingen spelen. Noor! Evi! Waar zijn jullie? Ik schrik me helemaal aan een hoedje. Daar zijn jullie meiden. Oh, wat leuk dat jullie er zijn, want ik wil heel graag een heel tof spel spelen. Het is namelijk het grote Zin in Zeppelin sportschoenenspel dat wij gaan spelen. Ik stel zometeen een vraag. En als je het antwoord op de vraag weet, dan druk je op de knop. Ja, wie het antwoord geeft, krijgt een punt. Maar er is nog een manier om een punt te winnen. Om daarna de juiste schoen bij de juiste sport te vinden. Zijn we er een beetje klaar voor? Ja! Nee, dat gelooft toch niemand? Zijn we er een beetje klaar voor? Ja! Oké dan, dan komt hier de eerste vraag. Welke sport zoek ik? Bij deze sport fiets je heel hard op een speciale fiets. Je draagt een helm bij deze sport. En de schoenen zitten vast op de pedalen van de fiets. Zeg het eens, Evi. Wielrennen. Oh, hartstikke goed, Evi. Het juiste antwoord is wielrennen. Nou, dames, zoek de juiste schoen bij de sport wielrennen. Deze schoenen kun je namelijk vastklikken op de pedalen. Ik zie wel de juiste schoen ertussen. Ja, zeker, Noor. Dat is hem. Kom. Wij gaan door naar de volgende vraag. Bij deze sport zwem je onder water. Je hebt een speciaal pak aan en je haalt adem via een zuurstoffles op je rug. Duiken. Ja, heel goed, Noor. Het antwoord is duiken. Nou, meiden, ga gauw op zoek naar de schoenen die er bij een duiker horen. Ja, want daar kun je een punt mee winnen als je die vindt. Ja, snel. Evi, wat heb jij te pakken? Een slipper. Hier. Het is een soort van slipper eigenlijk, maar het is een flipper. Goed gevonden. We gaan snel door naar de volgende vraag. Bij deze sport gooi je ballen over een baan tegen kegels aan. Bowlen. Heel goed, Evi. Het antwoord is bowlen. Ga snel op zoek naar de bowlingschoenen, want dan kun je nog een punt winnen. Waar, oh waar, waar, oh waar. Ja! En Evi heeft de juiste schoen te pakken. Dat is, lieve jongens en meisjes, een bowlingschoen. Bij deze dans wordt op speciale schoenen gedanst die geluid maken op de vloer. Er zit een metalen plaatje onder de zool waardoor je een klik-klak geluid maakt. Noor! Tapdanser. Tapdanser, hartstikke goed. Meiden, ga snel op zoek naar tapschoenen. Ah, dat is een klomp. Dat is hem niet. Dat is voor de klompendans. En Evi heeft de juiste schoen gevonden. Perfect. We gaan door naar de volgende vraag. Bij deze sport mag je je handen niet gebruiken om te scoren. Je maakt een... Wacht. Oh, zeg het eens, Evi. Vertel maar. Voetbal. Wow. Het antwoord is voetbal. En nu heel snel op zoek naar voetbalschoenen. Kom op. Dat weet je, Noor. Kom op. Ik zag hem net nog. En Evi heeft een voetbalschoen gevonden. Kom er eens even lekker bij, meiden. Ach, meiden, jullie hebben het fantastisch gedaan.
Jullie gingen snel, maar er kan er maar eentje het grote zin in Zeppelin sportschoenenspel winnen. En dat betekent dat Amy de grote winnaar is. En jij hebt het ook fantastisch gedaan, hoor. High five. Goed gedaan, meid. Zin in Zeppelin. Oeh. Ja, maar Ron, wat is er dan ook aan de hand? Oh, ja. Weet je wat het is? Ik doe het tegenwoordig, neem ik deel aan wandel- en renevenementen. Zoals de avondvierdaagse. Ja? Ja, dat doe ik op heel hoog niveau. Nou, zeg maar zeggen, op olympisch niveau zelfs. Nee, dat weet u niet. Ja. Ik wist niet dat de avondvierdaagse een olympische sport was. Jazeker, ja. Doe ik mee aan marathons. Oh? Ja, de marathon van de... New York, Rotterdam, ja? Landsmeer, Zaandam, Dam tot Damloop. Doe ik allemaal aan mee. Oh nee, maar dus, kijk, dan snap ik wel dat u zo'n last van uw voeten heeft. Ja. Hé, hey, als u zoveel gelopen heeft. Lopen? Nee, daar doe ik niet aan mee. Nee, niet lopen. Nee, daar ga je zo van zweten en zo. Daar hou ik niet van. Nee, lopen maar wacht doe ik niet. U zei toch dat u had meegedaan met de avondvierdaagse en aan marathons en zo? Jazeker. Ja, maar als opkikker. Ja, dan sta ik langs de kant van de weg en dan roep ik hup, hup. Oh? Hup, hup. En dan geef ik ze een banaantje zodra de energie laag is. Ja. Maar wacht even. Banaantje. En dan finishen ze ook, hè, door die bananen. Begrijpt u? Nee, maar wacht even. Ja, wacht even. Hoor ik nou goed dat u dan dus geen stap gezet heeft? Geen stap. Maar hoe komt het dan dat u zo'n last heeft van uw voeten? Oh, maar kijk eens even, even naar mijn laarzen. Ze zijn mooi, hè? Ja. Maar wat ziet u als u naar mijn laarzen kijkt? Huh? Nou... Ja, hier. Huh? Ik zie het. Ja, ik ook. Ze zitten verkeerd om. U heeft uw linkerlaars aan uw rechtervoet en uw rechterlaars aan uw linkervoet. Dit heet nou in het volksmond bananenvoeten. Zie je wel? Hier, kijk, hier. Ja. Zo, als ik iets doe, doe ik het goed. Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar Buurman Ron, bananenvoeten, dat is bedoeld als grap voor mensen die hun schoenen verkeerd om aan hebben. Wacht, ik heb vast nog wel in mijn Zeppelin een sticker. Kijk, als we die sticker door midden knippen en dan de ene helft op de ene kant plakken en de andere helft op de andere kant, dan weet u dus altijd welke kant en welke voet hoort. Wacht, ik pak het. Nee, wacht even. Natuurlijk niet. Binnen de balaatavond, dan gaat mijn hele techniek weg. Ik hoor toch bananen te geven. Mensen moeten toch weten van wie ze dat krijgen. Nou, van de buurman. Dat is een hele goede techniek. Tegenwoordig gewoon in allerlei wereldrecords gelopen door die bananenvoeten. Nou ja, dan moet u het zelf weten. Ja, ja. Dat snap ik. Ja. 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 Ah, doet wel zeer natuurlijk. Maar ja, wat ik vraag wel, want daar ben ik eigenlijk hier voor. Heb u heel toevallig nog een... banaantje over, want ik stond net op te kikkeren. En ik denk, ik ben door mijn voorraad heen. Ja, oké, vooruit. Pak maar eentje dan. Ja, oh, wat goed. Wat heerlijk. Nee, het is lastig. Nou, maar ja, er worden komen... Oh, sorry. Ja, oh, zou ik mee willen nemen. Er komen een hoop renners voorbij. Nou, geef iemand maar een hoor, buf. Want het is altijd wel... Dag, buf. Fijn om u even gesproken te hebben. Het doet wel zeer trouwens. Zeppelin. Hey! Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.